En dan denk ik van, hoe kan dat eigenlijk dat ik dan nog niet ziek ben geweest? Ik zeg eerlijk tegen jullie, ik ben eigenlijk daardoor één keer ziek geweest. Niet corona ziek, maar gewoon... Super tof dat je kijkt naar een gloedeel vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. En ik had al een kopje gepakt. Oh, ik zat er hier. Nu ga ik lekker een bakje koffie te maken. En het is 52:52. En ik ga nu lekker klaarmaken. Om lekker een bakje koffie te drinken. En om lekker rolgordijn open te gooien. Zo. En dan ga ik nu maar even lekker een bakje koffie drinken. Kan je net eten gegeven namelijk. En dan ga ik dadelijk even klaarmaken ook om naar werk te gaan vandaag. Om lekker te werken. Het is donker nog, zoals jullie zien buiten. En daar zo verderop is dan nog een beetje rood licht achter. En ik had gehoord van een kijker dat daar door de kassen komen. Maar ja, ik ga nu in ieder geval lekker een bakje koffie drinken om lekker wakker te worden. Nou, dat is ook lekker wakker worden. Oeh, want het is wel een beetje nog fris, maar wel minder koud dan toen er sneeuw lag en zo. Als echt, ik vind het nu, ik ben erachter gekomen, koud moet je eigenlijk aan wennen. En wat ik echt koud vind als echt temperatuur op min is, in de min. Bijvoorbeeld 0, min 1 of min 2. Dan is het pas echt koud en dit kan je niet echt koud noemen, vind ik. Want ik ben eraan gewend namelijk, deze weer. En ik zat te bedenken ook, en ik kan niet tegen jullie, misschien is jullie ook opgevallen. Ik heb pas eigenlijk muts op gehad toen de min in de min waren, bijvoorbeeld min 2 of zo. Toen had ik pas de muts op en handschoenen. Ik vind, nou, nee, dit temperatuur is geen jas nodig eigenlijk. Ik vind het niet echt koud, om zo te zeggen. Het is wel een beetje, ja, het is wel koud, maar niet koud. Dan denk ik zo, ik heb echt stenen zin koud. Nee, dat heb ik nog niet. Ik denk dat ik een beetje langzaam aan de temperatuur aan het wennen ben. Dat ik aan gewend ben en misschien ook dat ik te maken heb dat ik bij de... Dat ik nu andere werk doe natuurlijk, dat ik bij diefries, bij zuivel werk. Tenminste, dan is het ook wel koude dingen natuurlijk. En dan ben je weer aan de temperatuur gerend. En dan kom ik een collega tegen, die kan net voorbij fietsen. Ja. Maar ik ga nu weer in ieder geval lekker richting werk. Om lekker te werken. Ik vind het trouwens, daar ben ik al een tijdje thuis in. Maar ik vind het interessant om eigenlijk debatten eigenlijk mee te volgen. Want die volg ik nu via tv. En het is best wel interessant om te weten. Want... ja, het is belangrijk. Wat gaat eigenlijk allemaal in Nederland gebeuren? En ook handig al voor maart, vind ik. Daar kijk ik al nu al naar. Op wie je kan stemmen. Want ja, kijk, die partij. Ja, daar heb ik een beetje... op die manier wil ik nu ook kijken. En als ik het weet, laat ik het niet in een vlog weten. Want ik wil het voor mezelf houden. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En ik ga nu tussendoor even lekker water vullen. Want stemmen komt al bijna aan. En ik ben tussendoor even lekker, even nu proberen koffie te zetten. Ik ga even lekker bakje zetten, bakje pleur, een goede buur. Maar ja, het debat vind ik gewoon heel interessant om naar te kijken eigenlijk. Wat gaat er allemaal gebeuren en hoe zijn die partijen eigenlijk? Of PVV of VVD of noem maar op. Ik bedoel gewoon als voorbeeld namelijk, zeg ik alvast. Daar ben ik wel benieuwd naar om daar te kijken. Nou, het debat is 10 minuutjes geschorst. Wat tegen voor mensen die niet weten wat geschorst is. Dat is even pauze om zo te zeggen. En ik heb lekker wier ook aangezet. Is ook even lekker. En een wasje aangezet. Kattenbak even schoongemaakt. Moet ook al vertoegels gebeuren. En wat wordt er allemaal gesmeten? En... ja, er zijn goede woorden gezegd. Maar ik wil ook even één ding zeggen. En wat ik eigenlijk helemaal niet bij snap. En ga ik even bij zitten. Eerst, ik ben een beetje dingen aan het kijken hoe het allemaal zit.
En wat eigenlijk de directeur, laten we zo zeggen, van RIVM, Jaap van Dissels. Ik kan hem niet zwart maken of wat dan ook, maar nou, over zwart gesproken, hij heeft op een zwarte lijst gestaan. Hoe en wat heb ik niet onderzocht, maar er staat heel wat dingen op dat hij op een zwarte lijst heeft gestaan. En toen heb ik eigenlijk gezocht, wat is eigenlijk een zwarte lijst? Als ik goed zeg, verbeter me maar als ik goed heb, stond erbij. Och, ik kan even misschien voor de zekerheid opzoeken voordat ik verkeerd zeg, alweer. Want ik vind het niet netjes, al ga ik iets over hebben dat ik juist verkeerd zeg. Een zwarte lijst is een blacklist, is een lijst over registratie voor ongewenste personen, bedrijven, website, bedingen, verboden, algemeen voorwaarden en of andere zaken. Wanneer men naar geabrupteerd op een websiteserver wordt de site geblokkeerd en wordt een waarschuwing getoond. Dus andere woorden, in het vonnis wijst de rechtbank erop dat de meeste artsen op de lijst nog gewoon hun werk mogen doen. Stichting SOS zegt de grootste deel van de artsen op de lijst überhaupt geen aantekeningen heeft in de BG-registrering. Zodra het bijvoorbeeld RIVM bovenbeeld, ja, voor dit soort op de soort lijst. Oh, hier. Story.nl. Dat is al één. Ja, van Dissel, RIVM staat op een medische zwarte lijst. Oh, volgens NOS staat er, zo staat bijvoorbeeld RIVM boegbeeld, ja, van Dissel op een zwarte lijst. Niet omdat hij een patiënt verkeerd behandeld zou hebben, maar omdat hij lid was van een medische tuchcollege dat lucht van patiënt afwees. Oké. Okay. Dus dat is dus de reden waarom hij op een zwarte lijst. Maar wat ik wel even zo ver zeggen. Ik weet niet of ik het. Dat is gewoon een vraag aan jullie. Misschien weten jullie de antwoord op. Stel je voor, je hebt op een zwarte lijst gestaan als arts voorbeeld. En je gaat daarna bij RIVM werken. Mag je dan alsnog werken? Ja of nee, bij RIVM dan? Dus dan vraag ik me alleen even af. Ja. Nou, laten we maar in ieder geval weten wat jullie van vinden. Dat hij op een zwarte lijst staat en wat denken jullie erover? En wat ik er wel één keer kan vertellen, dat heb ik een filmpje gezien. Op YouTube gezien namelijk. En dat was van een rechtszaak. En ik weet, weet je, dat gaan jullie nu zien. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Ik heb het al het nodige gehoord, dus ik begreep dat het een en ander al is toegelicht. Maar ik denk dat aan mij de vraag vooral was om de urgentie duidelijk te maken. En ik denk dat ik dat het beste kan doen op pagina 5 van de pleitnota van 12. Want daar ziet u de modellering van het aantal gevallen en het daadwerkelijk aantal gevallen bijeen. En het daadwerkelijk aantal gevallen zijn die stippen die u in die grafieken ziet. En de bovenste grafiek toont het aantal IC-opnames per dag. En de onderste grafiek toont de IC-bezetting per dag. Dat gaat natuurlijk niet helemaal synchroon, omdat mensen opgenomen zijn gedurende enige tijd op de IC. Nou, wat duidelijk is aan de grafiek, denk ik, is de eerste golf. Die was een piek in maart. Begon en ook weer snel afnam. De zomerperiode en daarna eigenlijk de tweede golf die ja, een soort twee grote rimpels verlopen is. En waar ik eigenlijk aandacht voor vraag is met name het laatste deel van die grafiek, waarbij u drie lijnen ziet lopen. Die lijnen zijn in kleur, maar ik heb hier een zwart-wit afdruk, dus ik weet niet of u een kleurenafdruk heeft. Prima. Dan ziet u een bovenste lijn die in rood is en die met een boog omhoog loopt. En u ziet twee andere lijnen, namelijk groen en blauw. En die blijven eigenlijk vlak bij elkaar en die gaan wat naar beneden. En u ziet dan vervolgens dat een van die twee lijnen ook wat begint af te buigen. Nou, wat daar gemodelleerd is op grond van het model dat het RIVM gebruikt en dat door het OMT altijd wordt besproken, is dus het verloop van de uitbraak in Nederland en ook de prognose zoals die kort geleden gold.
waarbij we konden laten zien dat als er geen avondklok en een bezoekregeling getroffen was, dan zouden we de lijn omhoog hebben gevolgd. En u ziet dat die lijn omhoog, ja, wat ons betreft urgent en direct zich afscheidt van de andere twee lijnen. En die twee lijnen die representeren de situatie waarbij de avondklok en de bezoekersregeling wel wordt uitgevoerd. En dan is het verschil tussen die twee lijnen het al of niet openen van het primair onderwijs en de kinderopvang. En ik denk wat je in deze grafiek geïllustreerd ziet, en ja, wij vonden als OMT het effect dermate duidelijk en ook dramatisch, en met name het effect omhoog, dat we een advies afgaven om de situatie zoveel mogelijk te stabiliseren en omlaag te krijgen door de avondklok en de bezoekersregeling wel in te voeren. En nogmaals aan de bovenzijde de actuele opnames. En u ziet eigenlijk hoe goed het model fit op de actuele punten. Die worden gewoon dagelijks verzameld met betrekking tot de bedden. En aan de onderzijde ziet u hetzelfde weergegeven voor de IC-bedden. En ook daar mogen duidelijk zijn dat de fit van de modelleringslijn goed is. En dat we in die modellering dus hebben bepaald of we wel of niet een avondklok gingen aanbrengen. Dat kunnen we doen omdat de modellering uitgaat van een contactenmatrix waar we de contacten tussen 9 uur en 4:30 kunnen terugbrengen naar nul bijvoorbeeld. Hè, omdat de avondklok op dat moment de contacten, althans tussen huishoudens, dan tot nul terugbrengt. En daarvan ziet u hier eigenlijk de effecten. Nou, wat maakt in onze ogen de situatie urgent? Ik denk dat een aantal dingen hoorde ik al in de weergave zijn eigenlijk al genoemd. Maar in eerste plaats is dat de zeer fragiele situatie waar Nederland nog in verkeert. We hebben nog steeds ongeveer tegen de 100.000 besmettelijke personen in Nederland. En dat aantal dat is iets gedaald de afgelopen tijd. Maar we denken dat als we niet deze maatregelen voortzetten, dat die weer snel gaan toenemen. Want u moet zich realiseren dat als we 100.000 personen in Nederland hebben die besmettelijk zijn, dat die met een zogenaamd reproductiegetal van 1 over een aantal dagen opnieuw in hetzelfde aantal ook nieuwe besmettelijke zullen resulteren. En dat is eigenlijk precies het probleem waarin Nederland zich momenteel in bevindt. Een hoog aantal besmettelijken, een reproductiegetal wat rond de 1 zit, maar wat met hele kleine invloeden, dus of duidelijk boven de 1 of duidelijk onder de 1 komt. En zo'n invloed lijkt misschien klein, hè, van bijvoorbeeld 10-15%. Maar het gaat hier om een exponentiële groei. En dat betekent dat als die 1 van een waarde van 1 naar 1,15 gaat, dan zullen we meteen zien dat dat leidt tot een geweldige uitgroei van het aantal gevallen. En met die exponentiële groei bedoelen we ook te zeggen dat als we nu een geval voorkomen, we straks niet honderden gevallen hoeven te bestrijden. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven is, wat voor ons, gegeven die verschillende basiswaarden en dus ook die Engelse variant, waarvan dat reproductiegetal nog een keer hoger is dan de variant die we tot nu toe in Nederland hadden, gewoon de situatie volatiel maakt, ontvlambaar in de zin dat het heel snel kan toenemen. En dat we dus een belangrijke urgentie zagen om de avondklok te adviseren. Ik denk dat dat in deze plaatjes wordt geïllustreerd. En mochten u daarover vragen hebben, dan ga ik daar. Als ik het goed begrijp, dan zegt u die nieuwe varianten, die gaan het overnemen van de oude varianten. En die zijn veel besmettelijker. En zeg maar, het blijft wel een inschatting van het effect van de avondklok en de bezoek. Natuurlijk, het blijft altijd inschattingen, maar waarom ik denk dat we daar toch een relevant effect mee zien, daar hebben we natuurlijk naar gekeken in de literatuur. Daar is het nodig over verschenen, echt in medische topbladen. En daar komt naar voren dat je een effect kan verwachten ergens tussen de 8 en de 13%. Wat we in Nederland de afgelopen weken zien, is dat dat reproductiegetal, wat we natuurlijk overal voor Nederland bepalen, dat langzaam weer aan het oplopen is. Ook deze week was het weer een aantal punten hoger dan vorige week. Dat komt omdat die Britse variant
een R-waarde heeft die boven de 1 zit, terwijl de klassieke variant uit Nederland inmiddels een R-waarde heeft die onder de 1 ligt. He, dus de ene uitbraak gaat als het ware omlaag, terwijl de andere omhoog komt. Nou, als die Engelse variant een reproductiegetal heeft van boven de 1, betekent dat per definitie dat we binnen korte tijd weer een toename van de uitbraak gaan zien. En nou, dat zien we eigenlijk al, doordat we die R-waarde van 0,86, 0,90, 92 en vandaag was die, dacht ik, 96, dus al zien oplopen. Dus die blijft stijgen, zegt u? Ja, en dat stijgen komt omdat dat aandeel Britse variant steeds groter wordt. En die Britse variant heeft een, als het ware uit zichzelf, een hogere reproductiegetal. En want in deze zaak, daarom vraag ik er zo net ook naartoe, is de discussie, wat helpt de avondklok? Ja, nou daar hebben we, daar kan ik u eigenlijk verwijzen naar de OMT-brief nummer 99. 99 is de OMT, omdat we daarin uitleggen wat we daaraan kunnen zien. Hè, allereerste constatering dat we natuurlijk de avondklok tegelijkertijd in één bundel hebben uitgevoerd met de verandering van de bezoekregel. Ja, eentje maar, hè? Ja, dus dat is teruggebracht van 2 naar 1. Mm-hmm. Dus we kunnen ze eigenlijk in eerste instantie alleen maar gezamenlijk beschouwen. Dat is denk ik wel een belangrijk gegeven. En dan zijn er een aantal parameters, dus een aantal waarden die we kunnen vaststellen, waarin we menen af te kunnen lezen of de avondklok al of niet het door ons gewenste effect heeft. Mm-hmm. En één daarvan ziet u dus in deze grafieken. Want het feit dat we zien dat de actuele getallen de lijn volgt van de situatie waarin de avondklok werkt. Hè, dat is voor ons eigenlijk het meest stevige bewijs dat we ervan uit kunnen gaan dat die avondklok een duidelijk effect heeft. Natuurlijk samen nogmaals met die één persoons bezoekregeling, want die is als een bundel uitgevoerd. Maar dat volgt eigenlijk uit de grafieken die ik net beschreven heb. Want als de avondklok geen effect zou hebben gehad, dan hadden we die rode lijn omhoog nu al gevolgd en nu al moeten zien. Terwijl we vooralsnog nog steeds in het dalende en dan naar ons idee stabiliserende beeld zitten van dat wanneer de avondklok wel werkt. En laat maar weten in de reactie wat jullie daarvan vinden. Van, dit is niet vergelijkbaar, vind ik. Hoe hij het zegt, eigenlijk. Dus een beetje apart dat hij op deze manier zegt, om zo te zeggen. Maar ja, laten jullie mijn mening achter wat jullie van vinden. Ik wil ook gelijk bij zeggen, ik ben niet tegen of ik ben niet voor. Maar wat ik meer wil zeggen, er klopt er gewoon dingen niet. En dat betekent niet dat ik tegen ben of voor ben, vind ik. Maar waar ik over denk, dat er iets gewoon niet klopt. Dus. En wat ik ook apart vind, ik ben niet tegen of ben niet voor. Maar of de avondklok helpt of niet, is er geen bewijs, vind ik. Hoezo vind ik dat? Ga ik ook op in. Dat is, want ze hebben 2 dingen op 1 gezet. Want ik denk, het kan te maken met dat er 1 persoon langs mag komen per dag. Maar ik kan inderdaad ook wel ermee te maken hebben. Maar dat bewijs hebben ze niet. En dat kunnen ze niet vertellen. En dan denk ik van, hoezo kan je dat niet vertellen? Het is zo makkelijk, je kan het zo opzoeken. Maar het is weer gedoe. Dan denk ik, why? Het is toch belangrijk? Je wilt toch weer een normaal leven? Dan kan je toch, vind ik, moet je wel tijd insteken om te kijken, vind ik. Dan denk ik gewoon van, nou, dat wordt het, dan heb je meer. Maar wat... Ik wil niet zeggen dat ik een groot genie ben, maar wat was niet eerst verstandig geweest om eerst naar 1 persoon te zetten en dan te kijken of het dan gaat helpen. En desnoods dat je dan pas aan de avondklok neerzet. Op die manier. Maar laten we weten wat jullie van mij vinden. Dit is gewoon hoe ik ervan denk. En misschien dit wel logisch nagedacht, vind ik. Maar ja, laten we weten wat jullie van Marvin vinden. En het debat is weer afgelopen. Ik heb weer radio aangezet. En ik ga lekker nog één laatste bakje koffie drinken. Want het is weer gezegend voor mij, de koffie.
Want anders drink ik te veel koffie en dat moeten we ook niet hebben natuurlijk. Wat ik ook nu ga doen is lekker een boek koffie drinken. Wat ik al zei. En ik heb heerlijk debat gevolgd. En het heb gewoon geregeld zo te zien. Ik heb niet veel gehad gehad. Want ik was zo in te kijken naar debat en TikTok. En wacht op mijn video. En dan kan ik ook vertellen dat Joshua Vermeulen, als ik goed zeg, die gemoed voor school vloggen. Heel leuk, Josh. In ieder geval, ik denk dat je kijkt. En ik ben benieuwd hoe dit gaat. Ik heb zoveel, want hij had vandaag geappt naar mij. En dat filmpje naar via app gestuurd. En ik vond hem echt super leuk uitzien. Wil je het zien? Ga ik even navragen of dit oké vindt om te of ik hem mag laten tonen. En zo niet. En wat ik ook heb gedaan, ben ik vergeten om eigenlijk de was op te hangen. Maar dan ga ik nu op hangen. Maar eerst even lekker koffie drinken en daarna lekker was ophangen. Het is alweer 6 uur en we gaan klaarmaken om te eten. En ik heb te twijfelen, maar dan ga ik denk morgen en overmorgen doen. Want ik had eigenlijk wat andere plannen dan te eten. Maar toen dacht ik, weet je, ik wil even snel gaan eten. Even een beetje bijkomen van alles. En toevallig zit nu lekker in een wasmachine. Maar ik ga even dit openmaken. Want hier staat. Als ik bug. Gaan we weer. Een beginnetje kan beginnen. Zo. Beginnetje kan vinden. Zo. Kom je uit je woorden, Sander? Niet echt, nee. Ja. Maar deze wil ik dan openmaken, namelijk. Zo. Want. Ik wil eten natuurlijk. Dat is logisch. Dus. En ik wil even gelijk over hebben. Terug te komen. Want ik zie zoveel mensen eigenlijk al reageren op media. Hoe we hadden over die avondklok. Dus echt. Ik vind één ding wat heel vaag is. Zijn overal zo onduidelijk. Ze weten de cijfers niet zo goed. Ze weten niet 100% dat de avondklok werkt. En jullie mensen, ik heb het al eens een keer over gehad, zeggen ja, ze weten wel dat het ver en koel gaat. Maar ik ben er even nog op teruggegaan. Wat ik al zei, van je kan of door één persoon komen of door avondklok. Maar wij zijn er al nu 2 weken mee bezig, of 3 weken mee bezig. Dan lijkt mij eigenlijk logisch dat eigenlijk dan cijfers al naar beneden moet gaan. En dan denk je van Sander, ja. Maar misschien dat de mensen toch een beetje te dicht bij elkaar komen. Ik wil ook al hele corona situatie werk ik al in de supermarkt. En dan denk ik van hoe kan dat eigenlijk dat ik dan nog niet ziek ben geweest. Ik zeg eerlijk tegen jullie, ik ben eigenlijk daardoor 1 keer ziek geweest. Niet corona ziek, maar gewoon normaal ziek eigenlijk, kan ik je zeggen. En even kijken hoor, even hier over het, ja, oké. Want anders gaat iets fout. Ja, dat normaal ziek en toen heb ik me wel laten testen. Testen is geen pretje, kan ik je ook vertellen. Maar de rest van de al die dagen ben ik niet ziek geweest. Maar ik wil eigenlijk ook bij zeggen, ik ben niet tegen corona, ik ben niet voor corona. Maar ik hou gewoon aan mijn wet, dat vind ik gewoon verplicht, weet je. Ik wil wel aan houden, maar ik heb gewoon een beetje raar gedachten. En nee, misschien denken jullie, Sander, maar waarom heb je wel vaccin genomen? Nou, dat zit zo. Ik heb de vaccin genomen voor zekerheid om onzekerheid. Ik bedoel ermee te zeggen van wordt al waarschijnlijk over praat dat je waarschijnlijk als je niet gevaccineerd bent, dat je dan niet mag doen, niet naar evenementen, niet naar horeca, niet naar vakantie. En dat wil ik eigenlijk wel heel graag
eigenlijk. Vandaar dat ik vaccin heb genomen. Dat is een van de grootste deel wat ik heb kan zeggen. Dus vandaar weten jullie dat ook, de situatie. Ik ben benieuwd, zo benieuwd wat jullie over denken. Er kloppen gewoon een paar dingen totaal niet. Ze weten cijfers niet. Ik hoor ook, ik heb geen bewijzen of dat zo is, maar dus, ik weet niet, ik hou het niet zo, laten we het zo zeggen. Want, laten we even teruggaan naar de tijd dat we voor eerst de lockdown kregen. Oké. Ik zeg eerlijk, ik was ongelooflijk bang dat ik zou krijgen of dat ik iemand zou besmetten. Toen zij al gaf, alles is net aan een lockdown gegaan, ging naar beneden. Dus dan denk ik van, waarom is dit lockdown niet naar beneden gegaan? Oké, dan ga je denken, weet je, mensen geloven daar niet meer in, zijn niet meer zo bang, dat misschien dat de reden is. Ik denk dat, ik wil niet lullig zeggen, maar ja, oké, ik kan geen bewijs halen. Ik wil er niet te veel over zeggen dat ik die zeg dat het helemaal niet waar is. Ik ben er wel voorzichtig mee, vind ik. En ik wil niet dingen gaan zeggen wat eigenlijk totaal niet waar is. Ik vind dat ik wel dingen moet zeggen. Ik kan wel zeggen wat ik van vind, maar het moet wel waar zijn dat klopt. Dat ik echt achter sta wat ik zeg. Dus daar wil ik wel voorzichtig zijn. Dat heb je toevallig met media te maken. Dat wordt, hoppakee, en dat wil ik niet hebben. Dus vandaar. Maar ja. Iedereen heeft andere inkijk op de corona. Iedereen heeft zijn eigen mening erover. En wat ik wel apart vind. Dan ben ik wel benieuwd wat Rutte gaat doen eigenlijk. In april willen ze waarschijnlijk dat iedereen kan laten testen. Zonder... zonder klachten, laten we zo zeggen. Maar willen ze dat gaan doen? Dan heb je hele lange rij. En dat is niet bij te houden, denk ik. Als 17 miljoen mensen daar willen voor gaan staan, nou, dan denk ik ze van zo succes. Wat ik ook heel apart, één ding wat ik nog wel kan zeggen. Misschien hebben jullie er vragen over, wat ik misschien iets niet begrijp. Overal zijn ze te laat mee geweest. Ze zijn te laat met de lockdown geweest, de eerste. Ten tweede, de vaccins. Ten derde, nou de avondklok. De avondklok eigenlijk in principe. Maar, hoe snel zijn ze eigenlijk trouwens geweest om... lockdown weer terug te krijgen. Een paar seconden geduurd. En boom. Ja, en dat vind ik zo vreemd. Dat alles traag gaat. Vaccin. De eerste lockdown. Noem maar eigenlijk allemaal op. En dan ga ik denken. Als de regering, om zo op premier, met alles eigenlijk te laat mee is. Dan ga je denken, ik ben gewoon langer stelling zo zeggen. Ik vraag me echt af, hoeveel mensen hebben eigenlijk nog vertrouwen in Rutte? Daar ben ik zo en zo benieuwd naar, hoeveel mensen dat zijn. Ik ben daar gewoon zo benieuwd naar, maar ik denk dat mensen, als hij zo doorgaat om dingen niet te openen door de versoepelingen, de horeca is kapot. Ik heb al in media gezien dat wel duizenden bedrijven al in Utrecht in een jaar tijd al failliet zijn. Duizenden bedrijven. Wat een bizar. Duizenden bedrijven. Maar oké, we gaan even iemand leuk vertellen. Dat is dat ik heel veel lekker lasagne ga eten. En wacht op mijn was en even lekker YouTube kijkt. En mijn lasagne is klaar. Dus ik pak even een klein bordje om mijn lasagne erop te leggen. Want ze zijn uitgeschakeld in de KNVB-beker en staan op achterstand in de Eredivisie. Dat is onze sportverslaggever. Er is één groot lichtpunt, dat is Mario Götze. Hij is terug. En dan ga ik lekker lasagne op mijn bord doen. Ik ben één ding vergeten, joh. Verrek. Oh, zou ik zo laatst zijn zo vaak, hè? Vergeet ik dit erin te gooien.
Oh, dat gaat zo lekker, jongens. Heerlijk. Maar ja, ik ga lekker in je eten in ieder geval. Dit ding is heet. Ook wel logisch. Want, ja. En ik ga maar lekker eten van deze lasagne. En morgen ga ik wat anders eten. Maar ga ik nog wel vertellen wat ik ga eten. In ieder geval is gezond in ieder geval. Dus laten we dat ook in ieder geval doen. Laten we even lekker gezonde dingen eten. Alweer. Want dat is... Ga ik morgen vertellen. Ik ging ineens opstaan en er zit iemand te kijken. En een hele grote ogen bij de bank. Wat is je, jongen? Geweldig, de beest. Maar ja, ik ga klaarmaken. Kijk hoe die ook met zijn pootje ligt hier zo. Hey. Boefje. Hey. Grote vriend. Maar ja, wat ik wil zeggen is eigenlijk, wat ik eigenlijk nu wil doen, is lekker klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan, om lekker te slapen. Morgen weer een dag, dus wat ik nu ga doen is lekker mijn vlog afsluiten. Wat ik tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie in ieder geval deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou super, super tof zijn als jullie hier allemaal mee abonneren. En zeg ik alvast veel kijkers, goed heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Nou, de pakketje is binnen. Dus laten we kijken wat erin zit. En ik denk dat het zijn. Hoi, mensen aan de pand. Ik wil eigenlijk de afspraak maken voor.